Hoe is het om als jonge ondernemer mee te maken dat je marketingbedrijf groeit als kool en dreigt de wereld te veroveren? En wat gebeurt er allemaal in de wereld van social op het snijvlak van creativiteit en technologie? Dat en meer nu op CVD-TV. Bij mij te gast, oprichter van Go Spooky, Tim van der Wiel. Tim, van harte welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, leuk je weer eens een keer te spreken. Zeker. Ja. Hey, drie korte vragen om even mee te beginnen. Zo dilemmaatjes. Het beste platform om jonge mensen te bereiken. Snapchat, TikTok, YouTube of Instagram? TikTok. Zonder twijfel hoor ik zo meteen meer. Het moeilijkste als je als bedrijf hard groeit. Leiding geven, de organisatie goed neerzetten of een heldere strategie houden? Een heldere strategie houden. Focus. Precies. Go Spooky over 5 jaar. 200 collega's, 500 collega's, meer dan 1000 collega's. 200 collega's. Dat valt me nog tegen. Ja, ik zal het zo wel uit. Ja, precies, precies. Want dat valt een beetje samen misschien wel met de strategie. Laten we beginnen. Dan beginnen we met het eerste. Het beste platform om jonge mensen te bereiken. Ja, je twijfelt echt geen seconde. Je zegt TikTok, hè? Nee, TikTok. En al een paar jaar lang ook. Dus ik denk TikTok, we schreven tweeënhalf jaar geleden, dat we al zeiden, oké, Instagram gaat enorm veel last krijgen van TikTok. Ja. En ik denk ondertussen, niet alleen meer jonge mensen, maar gewoon in het algemeen is TikTok het meest ondergewaardeerde nog steeds. Platform om merk te bouwen, zometeen spullen te verkopen, eigenlijk alles. Het is ooit begonnen, een paar jaar terug natuurlijk, als dansplatform. En iedereen die het niet gebruikt, die denkt ook van ja, dat is alleen maar dansende kids. Maar ondertussen is het merendeel van de gebruikers die erop zitten, is gewoon volwassen. Ja. En het is al lang niet meer enkel dansvideo's. Dus het is echt een plek waar communities, nieuwe communities ontstaan, groeien. En in ja, mijn ogen wel echt nu op de korte termijn hoe social er over het algemeen uitziet. Ja, precies. Go Spooky, jouw bedrijf. Zometeen meer erover en hoe hard jullie groeien. Ik zeg het, ik noem het maar even een marketingbedrijf. Zeg het dan een beetje goed? Ja, ik denk we doen marketing voor bedrijven. We noemen ons social techbedrijf. Dat we eigenlijk echt opereren op en de snijvlak van die 8 tot 10 platformen die ja. Iedereen dagelijks alleen maar gebruikt. Ja. En een stukje technologie. Dat is een stuk heel veel innovatie. Wij zitten echt op het scherpst van de snede als het gaat om wat kan je met die platformen? Hoe bouw je daar merken? Ja. Ja, we werken daarin dus voor merken. Maar tegenwoordig werken we ook voor de platformen direct. Dus dat, leg eens uit. Ja, dus precies zoals ik het zeg. Dus Snapchat, TikTok. Maar dat zijn klanten dan? Ja, het zijn ook maar klanten. Maar wat voor opdracht krijg je dan van hun? Dat verschilt heel erg. Of voor hunzelf gewoon campagnes. Dus we doen bijvoorbeeld werk voor Snapchat veel direct. Maar ook op het moment dat zij... We zijn ook bij al die platformen. Tenminste, ik bij TikTok, Snap. We zijn ook bij die platformen partner. Dus zij sturen ook als zij een aanvraag krijgen. Heel veel merken die gaan gewoon tegenwoordig direct naar het platform. En die platformen sturen die merken vervolgens ook weer naar ons. 2 jaar terug hebben we gezegd van oké, we willen heel graag gewoon op wereldwijd niveau willen we leidend zijn. Dat is uiteindelijk het doel. Mm. En daarom ook terugkomend op je vraag van waarom 200 en niet 1000. Ik geloof niet per se dat je om leidend te zijn ook per se de grootste hoeft te zijn. Maar in mensen. Ja, in mensen. Ja. En ik kijk er eigenlijk ook steeds meer. Zeker die bureauwereld, de agencywereld is natuurlijk heel erg gestoeld op oké, hoe meer volume, hoe beter en hoe meer kennis. Mm-hmm. Maar zeker op het moment dat je op technologie gaat zitten, ik geloof dat er best wel meer schaalbaarheid ook in kan. Dus daar zijn we druk mee bezig. Maar ja, we hebben 2 jaar geleden gezegd van oké, we willen veel meer. Eigenlijk de vragen kwamen eigenlijk wel steeds breder. Dus eerst was het Nederland, toen werd dat steeds meer Europa. Dan deden we meerdere markten in Europa. En op een gegeven moment hebben we gezegd, oké, ja, Verenigde Staten, daar moet het eigenlijk gaan gebeuren. En ja, dat is vorig jaar was bijna 65% van het werk wat we deden was niet voor de Nederlandse markt. Dus het was echt internationaal werk. En nu is de volgende stap is voor ons US. Maar dat betekent dat je ook gaat vestigen in Amerika qua kantoor? Ja, dus het plan is ook om dit jaar daar kantoor te openen. We hebben wel gemerkt dat het eigenlijk ook veel makkelijker is geworden om die markt ook
vanuit hier te bedienen. Dus dat doen we nu voor het grootste deel nog. Maar het idee is zeker om op korte termijn daar ook mensen te gaan vestigen. Ja. World dominance. Precies. Lekker man. Hey, luister. Ik wil een aantal dingen met je. Aan de ene kant wil ik even de social induiken, wat daar creatief en tech allemaal gebeurt. Ja. Maar ik wou even beginnen met toch het bedrijf. Want hoe lang zijn jullie nu bezig? 5,5 jaar nu. 5,5 jaar. Ja. Groeit hard. Groei komt met pijn en zo allemaal. Ja. Noem eens wat lesjes waar je al tegenaan bent gelopen. Goeie vraag. Ik denk enorm veel lessen. Dus voor ons natuurlijk zowel voor mijn compagnon als voor mezelf denk ik heel veel op het stuk management. Heel enorm veel geleerd. Ja, wat is er jullie veel? Geen idee. Nee. Hiring, dus waar zoek je voor? Weet je wel, zeker op key posities. Van oké, waar, wat zijn nou? Je hebt zelf weinig referentiekader, dus probeer maar eens daar keuze op te maken. Dus heel veel van, je moet ook een beetje geluk hebben daarin. Mm-hmm. Hiring, heel veel op geleerd. Structuur. Ik denk voor mezelf was mijn compagnon die doet nu voornamelijk day-to-day operatie. Mm-hmm. Ik ben er vorig jaar ook best wel mee bezig geweest, maar ik heb nu eigenlijk wel gezegd van oké, ik ga me weer volledig, daarom noemde ik ook focus op strategie en focus op waar wil je nou naartoe. Het is heel makkelijk als er heel veel kansen zijn, opportunities, om dan allemaal wide maar een inch diep te zitten. Mm. Maar we hebben gezegd van oké, we gaan weer focussen op onze core, we willen liever zo groeien en veel meer de hoogte in groeien dan dat we er heel hard de breedte in groeien. Dus echt cutting edge social, zowel strategie als executie voor klanten. Ja, we doen eigenlijk een stuk strategie. We hebben intern hebben ook developers, contentproductie, et cetera. En we doen daarnaast ook een stuk paid media en reporting. Dus dat houdt eigenlijk in. Kijk, onze missie, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Onze missie is, hey, we keep leading brands at the forefront of social. Waarom doen we dat? Omdat we geloven dat als je echt op die voorhoede van social zit, zeker in digitaal, maar een wereld die zo snel verandert, als je first mover bent en je bent als eerste learning, je hebt die snelheid in je organisatie zitten, dan haal je daar enorm veel profijt van uit. Nou, ik noemde net TikTok 2,5 jaar geleden. Je bent nu nog steeds vroeg. Het merendeel van de grote, zeker de Fortune 500's, die zitten er nog niet. Maar als je daar 2,5 jaar geleden als eerste bij was, dan heb je zoveel profijt van. Ja. Wat ik leuk vond, in jullie groei hebben jullie bewust, je noemt net hiring. Jullie hebben duidelijke visie op HR. Ik las een artikel van, jullie hebben een HR, hoe noem je dat, een functie? People and culture. Ja, people and culture. Noem eens wat dingen wat jullie hebben geregeld qua organisatie. We hebben simpele dingen. Kijk, ik denk, om te beginnen, noemde net de missie. Ik geloof heel erg, je hebt inderdaad hiring, aannemen van slimme mensen. Mm-hmm. Maar als je een hele succesvolle cultuur hebt, je kan wel zeggen van, ja, we geloven in innovatie, et cetera. Maar uiteindelijk begint dat, geloof ik, heel erg bij je cultuur. Dus heb je een cultuur waarin mensen vrij zijn om fouten te maken, om te experimenteren. Dat zit heel erg in onze cultuur, om gewoon een stukje nieuwsgierigheid, vervolgens die stap durft te nemen, ga maar op je bek en dan leren we daar weer met z'n allen van. Eén ding wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is geen meetings op vrijdag. Ja, wat? Dus, puur omdat we geloven dat je ook een bepaalde aantal uur, of je hebt gewoon een bepaald moment van focus ook nodig. Je van de day-to-day weg te kunnen zetten of juist te catch-uppen. Dat zijn allemaal van die dingen die we die we implementeren. Heel vroeg zijn we al begonnen met een culture manual. Die echt uitlegt van oké, dit is hoe we dingen doen. We zijn nu weer bezig met een nieuwe variant. Want binnen 1,5 jaar was hij alweer een soort van Outdated wil ik niet zeggen. Maar wel, als je, wat is het, 50 man aanneemt, dan verandert je cultuur er natuurlijk ook mee. Ja. Wat ook niet gek is. Ja. Maar daar moet je natuurlijk mee gaan. Ja, dus dat zijn allemaal dingen. Ik geloof gewoon innovatie, zeker een cultuur ook waarin je echt iedereen uitnodigt om ook gewoon te kunnen zeggen. Of je volledige zelf ook mee te nemen. Dat klinkt heel cliché. Mm. Maar op het moment dat als mensen niet echt kunnen zeggen waar ze voor staan of wat ze denken. Of dat nou door hiërarchie komt of door dat ze zich niet welkom voelen of iets anders. Ja, dat is de grootste killer van innovatie. En wij geloven heel erg, ja, we zitten in de mensen, zeker bij ons. We zitten dan wel op technologie, maar het voornaamste is nog steeds die mensen. Ja.
En dat start bij cultuur. En diversiteit en inclusie, is dat een thema wat bij jullie op de agenda staat? Zeker. Hoe divers zijn jullie als organisatie? Ik heb de cijfers niet. We hebben volgens mij ondertussen 100 man hebben we 20 nationaliteiten. Is voertaal Engels? Ja, want daar zijn we heel snel al op het moment dat we eigenlijk zeiden, hey, we willen internationaal. Nou, twee jaar geleden zijn we ook meer internationaal gaan hiren. Mm. Eigenlijk op het moment dat de eerste. We deden eigenlijk al best wel veel in het Engels. Dus we hadden een hele company, wiki, et cetera. Alles was eigenlijk al Engels. Er werd alleen nog niet echt Engels gesproken. En op het moment dat we eigenlijk onze eerste internationale hire maakten, zijn we gelijk gezegd, oké, vanaf nu is alles in het Engels. Maar nu merk je dat er steeds meer internationale mensen bijkomen. Dat het ook. Ja, het heeft ook. Op het moment dat je meer internationaal hebt dan bijvoorbeeld Nederlanders, dan wordt het ook automatisch Engels. Ja. Je hebt twee best wel zware directieleden. Hoe maf is het? Want die zijn een stukje ouder dan jij, hè? CFO en commercieel. Zeker. Hoe is dat? Ik vind dat dus aannemen gewoon met mensen die en veel meer ervaring hebben dan jij. Ik vind dat dus een van de tofste dingen die er is. Omdat je gewoon daar zo enorm veel van kan leren als je wil. Dus ik geloof, we hebben dat, zowel mijn compagnon als ik hebben dat eigenlijk altijd gezegd. Van ja, neem gewoon hele slimme mensen aan en gaan vervolgens uit hun weg. Weet je, want zij vertellen, als het goed is, vertellen ze jou hoe je het moet doen. Mm-hmm. Dat is soms gek, maar eigenlijk ook heel, heel natuurlijk. Omdat we ook, we nemen ook mensen aan die daar anders gaan ze niet bij ons werken. Mm-hmm. Ik vind dat heel heel leuk. Hey, wat gebeurt er allemaal op social? Wat is er allemaal? Want jullie zijn veel met AR bezig. En TikTok ben je natuurlijk helemaal fan van al jaren. Vertel eens, wat zijn er allemaal van? Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er niet? Ik denk dat het meest bizar. Tenminste, als je kijkt naar het afgelopen half jaar alleen al. En ik vergelijk dat met toen we net begonnen. Kijk, toen we net begonnen moesten we uitleggen van horizontale video versus verticale video. Verticale video is helemaal de toekomst. Mm-hmm. En dat moesten we toen vertellen. Ik denk als je nu kijkt waar het nu over gaat met blockchain en metaverse en NFT's en short video, TikTok, nieuwe platformen. Dat de wereld gewoon wordt alleen maar exponentieel gekker. Dus technologie gaat zo ontzettend hard. Mm-hmm. En het gaat ook niet meer langzaam worden. Er komt geen moment meer in tijd dat we minder snelheid gaan zien dan nu. Dus alles wordt alleen maar gekker. Wat gebeurt er? Ja, een paar dingen zijn denk ik super interessant. Ik denk op de lange termijn is natuurlijk nu het hele metaverse verhaal. AR, VR, mixed reality. Dat heeft Zuckerberg toch mooi een beetje toegeëigend, hè? Hij heeft het inderdaad toegeëigend. Ik denk alleen dat hij wel een beetje te vroeg is. Mm. Dus kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel veel verschillende meningen hebben over wat is de metaverse dan. Ik geloof dat het dat de metaverse, zoals zij hem beschrijven, dat het echt nog minimaal tien jaar weg is. Mm-hmm. Heel veel van die dingen worden wel nu al, de eerste building blocks, die worden nu al gelegd, weet je al, AR. Een goed voorbeeld wordt de afgelopen paar jaar wordt daarvan gezegd van ja, dat gaat echt de marketing veranderen zoals we het kennen. Dat was altijd de belofte en dat zie je eigenlijk nu pas dat de massa dat aan het overnemen is. Maar de visie van een volledig metaverse wat helemaal geïntegreerd is, et cetera, zoals zij dat verkopen, dat is gewoon nog 10 jaar weg. Ga dan eens 10 jaar verder. Wat is dan de interface? Want wat ik nog steeds het probleem vind, is dan zeg ik van oké, metaverse is helemaal prachtig, maar ik zit nog steeds naar een beeldscherm te staren. Of ik heb een of andere domme bril op, of weet ik veel wat. Ik doe het mij dan maar in mijn lens of zo, weet je wel. Gaan we daar naartoe? Als we het toch gekker maken, zeg jij? Kijk, uiteindelijk, het probleem is nu zowel software, hardware, eigenlijk de interface waar we nu vanaf de smartphone naartoe gaan, is eigenlijk, wordt AR. Een digitale laag eigenlijk over de fysieke wereld. Ja. En het is wel interessant dat als je over de metaverse nadenkt, uiteindelijk zijn het gewoon, zie ik het heel erg als de samenkomst van digitaal en fysiek. En heel veel, wat ik daarmee bedoel, is eigenlijk dat ons digitale leven, en voor heel veel jongeren is dat eigenlijk wel zo, maar ons digitale leven wordt dan echt belangrijker dan ons fysieke leven.
En nu zijn dat nog echt twee gescheiden werelden. Dus je hebt je mobiele telefoon en dan heb je gewoon... Ja. Wij zijn nu een gesprek aan het voeren. Ja. En mensen thuis, die kijken nu achter een laptop of op YouTube of TikTok. Ja. Maar juist wanneer die werelden samen gaan komen... Dat wordt eigenlijk het moment dat de metaverse eigenlijk is. En heel veel mensen, als je nu metaverse noemt... dan denken ze allemaal VR-brillen, we komen ons huis niet meer uit. Dat is ook een beetje hoe Facebook het verkoopt. Ja. Ik geloof eigenlijk veel meer in die... real-life metaverse. Dus door middel van augmented reality. En eigenlijk het moment dat je dus zo'n bril gaat dragen... en je eigenlijk bij 90% van de dag dat je wakker bent... een scherm voor je neus hebt. Die digitale laag over je wereld... waar, als je ernaar gaat denken, waar kan het je allemaal mee helpen? Een goed voorbeeld is denk ik ook digital clothing. Dus op het moment dat... Dat zie je nu natuurlijk al. En dat bedoel ik ook met jongeren of... misschien zelfs ouderen die hun digitale persona belangrijker vinden dan hun echte persona. Als jij, mijn neefje die is 14, 15, als je hem €50 zou geven en je zegt, ja, wat ga je ermee doen? Hij koopt liever een skin op Fortnite dan dat hij naar de winkel gaat en een echt kledingstuk koopt. Ja. En ik denk dat hoe we aan gaan kijken tegen digitaal, daar speelt natuurlijk NFT's en blockchain speelt daar ook een hele grote rol in. Ja. Maar hoe we aan gaan kijken tegen digitale spul, digitaal bezit, eigenlijk alles daaromheen. En het toffe daar vind ik is dat er echt er gaan ontzettend veel nieuwe economieën ontstaan. Gewoon van mensen die bijvoorbeeld digitale kleding maken of digital art is natuurlijk een ding. Of hele omgevingen, studio's waar je digitaal in kan acteren, werelden. Dus dat wordt heel interessant. En zoals ik het voornamelijk omschrijf, is dat de trend die je ziet, is dat social, wat nu voornamelijk 2D is, 2D video, interface, feed, dat wordt steeds meer 3D. Zijn er genoeg merken die jullie tempo bij kunnen houden qua innovatie en toepassingen? Zeker. Ja, en dus wij, dat is ook waarom we zeggen, werken met leading brands. Mm. En het is niet zo dat we innoveren natuurlijk heel erg, maar tegelijkertijd is het niet zo dat, we hebben dit gezien. Voor TikTok zijn we nu 3 jaar mee bezig en is nog steeds super relevant. Wij kijken eigenlijk voornamelijk naar, wat wil je nou bereiken? Wat is voor jou het beste technologieplatform, et cetera, waar je moet zitten? En dat verschilt voor elk merk. Dus voor elk merk is, we noemen het de forefront of social, maar voor een fashionmerk is dat heel anders dan voor een techbrand bijvoorbeeld. Dus wij zoeken gewoon heel erg, waar zit je community? Hoe gebruiken mensen die platformen? En wat moeten we vervolgens doen qua tech, content, data, et cetera, om gewenst resultaat te halen? Ik kan me voorstellen dat je regelmatig op feestjes in het weekend vertelt wat je doet. En dat je dan reacties krijgt. Hey, die techniek, we moeten met de wereld naartoe en privacy. En nou, dan gooi je het allemaal maar op een hoop. Wat zeg jij dan? Uiteindelijk is dat niks nieuws. Dus als je dat vergelijkt met... ik vind dat mooie filmpje, die wordt altijd iedereen... heel veel mensen hadden die altijd bij van... vragen ze op straat, zou je ooit een mobiele telefoon nemen? Ja, precies. Ja. Die is classic. Ja. En dat iedereen zegt, nee, wat heb ik eraan? Moet ik met dat ding, De aversie tegen, voordat echt de grote massa ergens bij... maar aversie tegen nieuwe dingen, die hou je. Alleen ik denk, je hoeft het denk ik niet leuk te vinden. Alleen de markt en... gewoon überhaupt de wereld. Het maakt de markt niet uit wat jij ervan vindt. Nee. Technologie heeft niet per se een mening of een bias voor iets. Technologie ontwikkelt zich gewoon ongeacht wat jij ervan gaat vinden. En je kan kiezen, ga je mee erin of niet. Mm-hmm. De rol van platformen en dat is natuurlijk zeker een bijeffect wat je heel veel mensen, laat ik zo zeggen, elke bijvoorbeeld een Facebook en al die andere platformen. Ja, ik geloof dat er niemand daar zit die technologie heeft ontwikkeld met foute bedoeling. Dus ik denk alleen dat de ontwikkelaars van technologie soms er niet bij stilstaan wat voor bijeffecten de technologie kan hebben die ze hebben ontwikkeld. En ik denk dat daar wel, dus ligt dus ook een enorm grote verantwoordelijkheid. En in mijn ogen denk ik ook verantwoordelijkheid die wellicht niet altijd wordt gepakt. Nee, want zie jij dat die partijen de komende 10 jaar nog machtiger als dat zal zijn?
ik denk ongetwijfeld dat die partijen gereguleerd gaan worden. En ik denk dat dat ook een goed iets is voor concurrentie en voor innovatie. Dus de enige, dat komt puur op het moment dat er meer concurrentie is binnen die platformen. Dat die platformen zelf minder macht hebben. Dat stimuleert alleen maar extra innovatie en extra vooruitgang. Ik bedoel, als ik kijk naar Facebook koopt WhatsApp. Dat hebben ze een paar jaar terug geleden gedaan. Zoveel is er niet veranderd aan WhatsApp. Terwijl ik ben heel benieuwd. Was heel benieuwd geweest op het moment dat WhatsApp gewoon een individueel bedrijf was gebleven. Hoeveel toffe functies of innovaties ze hadden toegepast. En nu is het toch een soort van een. Ja, een Facebook heeft het. Veel doen ze er niet mee. En zoveel innovatie zit er niet in. Dus dat gaan die bedrijven nog machtiger worden. Ik denk dat Facebook wordt uiteindelijk gewoon opgebroken. En ik denk dat het, als je al die bedrijven dan bij elkaar optelt, dat ze nog veel machtiger zullen worden. Alleen het concern Facebook of Meta, ja, daar geloof ik niet zo per se in dat die nog heel veel machtiger kunnen worden. Tot slot, Tim, jij staat de merken, we moeten die help je om aan de forefront te staan van alles wat er gebeurt. Jij groeit als Kool, tenminste je bedrijf groeit als Kool. Hoe zorg je voor jezelf, zeg maar, als het gaat om zelf strategie, focus, de goede dingen doen, hoe doe je dat? Ik heb twee dingen die ik doe. Eerst is veel sporten, goed eten. Dus dat houdt me gewoon scherp en elke dag voor werk ga ik in principe naar sportschool. Dus dat is meer voor mijn eigen gemoedstoestand. Ik denk, grootste tip die ik zou kunnen geven, en zeker in een goede bedrijf, er worden continu dingen naar je toe gegooid waar je uiteindelijk misschien wel, waar je bent uiteindelijk verantwoordelijk, maar wellicht is het niet het beste als je dat zelf oplost. En ik denk dat er regelmatig bij stilstaan, en ik zou eigenlijk zeggen minimaal 1 keer per maand, je af te vragen van oké, wat is nou echt mijn eigen circle of genius. Ja. En waar word ik zelf, waar voeg ik waarde toe? Waar word ik zelf gelukkig van? En waar haal je het meest van je energie en resultaat, et cetera, uit? Mm-hmm. Om daar heel goed te kijken. Er kunnen, zeker in een goede bedrijf, kunnen er dingen insluipen. Ja. Bijvoorbeeld stuk management of het ligt maar net waar je eigen interesse liggen, die misschien waar je niet het beste in bent, of waar je misschien niet het meeste energie uit haalt. En om goed te kijken, wat zijn die dingen dan? En eigenlijk zoveel mogelijk dingen in je circle of genius houden en de dingen waar je niet goed in bent, om ze eruit te halen en gewoon eigenlijk uit te besteden. Dus dat houdt in of iemand er anders ervoor in huren, of gewoon delegeren of iets anders. Ja. Daar scherp op zijn, dat is denk ik wel het belangrijkste. Want anders word je uiteindelijk gewoon een soort rem op je eigen ontwikkeling en eigen groei. Dan word je eerder een blok aan het been van een organisatie, en dat je ook echt organisatie verder helpt. Goed bezig, baas. Heel veel succes komende jaar. Ik spreek je over een paar jaar. Dank je wel. Komt helemaal goed. Oké, man. Dat was Tim van der Wiel van Go Spooky. En we spraken hem al eerder. We refereerden er even aan het begin aan. Hij is al 2 keer verschenen op 7D-TV. Als je dan denkt, dat wil ik wel eens zien hoe dat toen was. Over 5 seconden zie je die 2 video's hier op YouTube. Heb je zitten luisteren naar Spotify? Dank je wel voor het luisteren. Hoi. We'll be right back.